Na de incubatiefase komt is het een soort illuminatiefase. Het is heel grappig, de beste ideeën komen na de incubatie. En dat is maar een hele korte fase hoor. Okay. Dat is een hele... En vervolgens ga je dat idee... Wat gebeurt daar dan? Wat... Ja, dat is vrij onduidelijk. Okay. Veel onderzoek naar gedaan, maar we weten niet. Het is het Eureka-moment. Okay. Ik heb eens... hersenonderzoek geeft aan dat op dat moment in ieder geval beide hersenhelften aan het werk zijn. Okay. Maar meer kunnen we er nog niet over zeggen.